Ik bevind mij op de boot tussen Kiel en Klaipeda, tussen Duitsland en Litouwen in. Het is een 20 uur durende overtocht. Die gisteravond is aangevangen om 9 uur. En eind van de middag komen we aan in Klaipeda. Nu heb ik de nacht doorgebracht op het schip. Nou, zoals je kunt zien is het vrij rustig vandaag. Mooi weer. Zeker gezien het feit dat het hier behoorlijk kan spoken. Hè. Het is, de Oostzee staat bekend als een plek met hele wisselende weersomstandigheden. En het kan hier ook erg koud zijn en heel erg waaien. Dus het is ook wat je noemt een scheepskerkhof hier. En er liggen vele scheepswrakken hier op de bodem. En dus oude handelsschepen, maar ook Duitse U-boten. En uiteraard de bekendste is dan de Estonia die in 1994 gezonken is. Ook een veerdienst. Beter te vergelijken met dit. En die kwam toen in slecht weer terecht en zonk toen. Hè. Dat is zeg maar dan de bekendste ramp. Hoe is de Oostzee ontstaan? Ja, de Oostzee is ontstaan door periglaciale terugtrekking uit het Waagschlien, de laatste ijstijd. Waarbij dus de Oostzee, dat heette toen nog niet zo, heette toen het Baltische IJsmeer. Hè. Dus dat smeltwater heeft toen uiteindelijk een meer gevormd. En dat heeft uiteindelijk heel lang zo bestaan. En dat was een zoetwatermeer. En uiteindelijk werd dat ongeveer 5000 jaar geleden werd dat uiteindelijk de Oostzee. En of in de 6e eeuw voor Christus. En daarvoor heette het de Liturina Zee. Vanaf ongeveer 8500 jaar geleden heette het de Liturina Zee. En dat was ook de periode waarbij dus de opening plaatsvond. Waarbij dus zeg maar het meer uiteindelijk echt een zee werd. Hè? Dus de Sond. Dus bij Denemarken en Zweden heb je de Sond werd dus gevormd. En die zorgde uiteindelijk voor de opening naar het Kattegat. Waardoor uiteindelijk al dat zoute zeewater het meer inliep. En uiteindelijk dan de Oostzee vormde. En zo is dus dit water zout geworden. Dus dat is eigenlijk een omgekeerd proces als wat er op het IJsselmeer heeft plaatsgevonden. Het IJsselmeer is dus de Zuiderzee. Veranderd in een meer. Door de Afsluitdijk is afgesloten. En toen werd dat dus een zoetwatermeer. Dus het andersom kan dus ook. Maar het kan dus ook van een meer in een zee veranderen. Dus als je dus een zoetwatermeer een open toegang verschaft tot de zee. Kan het zoute water erin lopen. Ja, en dan neemt het zoute water de overhand. En dan wordt het vanzelf zout en wordt het een zee. De Oostzee is wel brakker dan de Noordzee. Als je het vergelijkt met elkaar. Het is ook een vrij troebele zee. Net als de Noordzee. En het komt dus omdat er 250 rivieren uitmonden in de Oostzee. En door de kou vindt er ook weinig verdamping plaats. Dus dan blijft dus dat de zee er vrij brak uitzien. De zee is... bij de Oostzee horen ook de Botnische Golf, het noordelijk deel van de Oostzee. De Finse Golf. De zeestraat tussen Finland en Estland en richting Sint-Petersburg. En de Golf van Riga, dus bij Letland. En dan hebben we nog de haven aan de kust. Aan de kust van Litouwen hebben we bijvoorbeeld de Koerse Schoorwal. En dat is zeg maar de afsluiting van de Oostzee naar de haven. En de haven is dan zeg maar een soort zoutwatermeer. Wat dus afgesloten is van de zee. Door middel van, dus van die schoorwal. En het is zeg maar een lange strook met een grote zandduin erop. Ik ga er nog wel even heen om dat te laten zien. Maar dat is wel zeg maar... dat is zeg maar de bekendste in dit gebied. Nou, ik zal verder het... Het schip laten zien. Ik sta trouwens aan de achterkant. Als je kunt zien zijn er heel veel vrachtwagenchauffeurs. Vooral uit Litouwen. En die maken dan de overtocht.
En dat gaat wel sneller dan het hele stuk te rijden, hè, door Duitsland en Polen. Ja, dus het is iets meer comfort. En dus, nou, ik ben waarschijnlijk dan de enige toerist hier aan boord. Het is ook februari. Dus ja, voor februari begrippen, hè, is het ook echt vrij rustig, hè, op de Oostzee. En nou, het weer is op zich aangenaam, droog. Weinig wind vandaag. Dus dat, ja, dat is prettig. Nou, je hebt trouwens nog twee overtochten vanuit Kiel. Naar Gothenburg en naar Oslo. En Gothenburg is Zweden en Oslo in Noorwegen. En die haven zijn dan aan de andere kant van Kiel. Ik was gisteren naar die haven gereden. Maar ik was in eerste instantie naar de verkeerde haven gereden. Naar de haven die dan het schip naar Gothenburg zou brengen. Maar ik was dus verkeerd. Ik moest dus helemaal aan de andere kant van Kiel zijn. Dus ik moest hele stuk moest ik dan terug. En uiteindelijk kwam ik om 7:45 kwam ik aan. En nou, ik dacht dat ik al ruim op tijd was. Hè, want ik dacht vanaf 7:30 inchecken. Maar toen ik daar was, bleek het dus dat het uiterlijk 7:30 inchecken was. Dus dat ik nog maar 5 minuten over had om aan boord te komen. Dus heel snel het ticket uitprinten. Na het schip kwam ik aan op precies 29. Je bedenkt het niet, op dat schip. Ik heb 6 uur vanuit Nederland naar Kiel gereden om er precies 1 minuut van tevoren op dat schip aan te komen voordat de deur gaat sluiten, voordat je er niet meer op kunt. Dus ik had onderweg nog 2 keer gegeten, ik had nog geluncht, ik had nog avondeten gehad. En dan kom je daar, een hele stuk afgelegd, met al het verkeer onderweg. En dan kom je precies 1 minuut voor tijd, kom je daar aan, zeg maar. Ja, ik wist dat niet, maar goed ook, want als ik dat had geweten, dat ik had ik behoorlijk veel stress gehad onderweg. Ik had waarschijnlijk het gaspedaal wat harder ingedrukt, dus ik had echt heel rustig aan, had ik erheen gereden. Ik dacht van, nou, ik was ruim op tijd, dus ik maakte me totaal geen zorgen. Maar zonder dat ik het wist, was ik bijna te laat gekomen. Dus moet je je voorstellen dat je daar aankomt, dat je net 1 minuut te laat komt nadat je 6 uur in de auto hebt gezeten. Ja, dan voel je niet blij. Dat kan ik je wel zeggen. Dus ik ben blij dat ik op het schip ben. En dat ik vanmiddag aankom in Litouwen, want ik heb ook al het hotel geboekt. Dus dat ben je dan ook kwijt, hè, die overnachting. Dus dat had me een hoop problemen gegeven. Dus ik ben blij dat ik uiteindelijk aan boord ben gekomen en dat het allemaal goed is afgelopen. Maar dit is dan de Oostzee. Het is, heeft een behoorlijke diepte trouwens. Van bijna tussen de 70 en 100 meter diep. Daarbij het diepste punt op 495 meter ligt. Dus echt behoorlijk diep. Dus dat, dat is echt heel diep. Dus dat kun je niet duiken. Nou, ik ga afsluiten. Dus dit was het dan vanaf de Oostzee. Ik zie jullie de volgende keer.